Dat gevoel. Van het gevoel dat niets meer functioneert om jou te beschermen. De meest primaire gevoel die wij heel sterk hebben ontwikkeld. En terecht in ons soort samenlevingen. Dat de staat niet onze vijand is. Dat de politie niet onze vijand is. Dat politici er zijn om ons te vertegenwoordigen. Hele primaire verwachtingspatronen. Als dat weg is en het gevoel ontstaat, ik heb niets meer te verliezen. Ik heb niets meer te verliezen. De essentie van ons bestaan is dat je zoveel hebt dat je niet wil verliezen. Dat je niet kan verliezen. Dat er bestaanszekerheid is. Dat is waar een verzorgingsstaat voor is. Bestaanszekerheid. En dat is nu in conflict met de klimaatagenda. Het hele essentiële, alles wat in onze beschaving heeft geleid tot een open, vrije samenleving, is in conflict gekomen met iets dat uit wetenschap zeker ook, maar ook uit politieke motieven het allerbelangrijkste argument is gekomen. En vrijheid, lijkt het, is daaraan ondergeschikt. Dat kan, als je dat niet oplost, leiden tot een wereld zoals ik die in die roman, blijft de roman, heb beschreven. Vermoedelijk vindt de helft van de samenleving dat niet eens erg, Flavio. Dat vind ik zo treurig. In ieder geval van dat boek. Ik weet, ik heb het zelf bedacht, maar ik vond het zo realistisch om te denken, een deel van de samenleving. Interesseert dat niet? Dat we gaan veranderen in een controlestaat.